Vandaag zijn we bij Stefanus en Zimik, waar een benefietconcert wordt gehouden voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Optredens zijn er van Catching Culture en Cirkel om de Haard. Veel mensen komen erop af en doneren voor deze slachtoffers. Ja, Katelijn, ik zie daar heel veel geld liggen in de bak. Wordt er al zoveel gestort door de mensen hier uit Overvecht? Ja, zeker. Ja, ik heb hier vandaag 1000 euro opgehaald al aan de deur. En dus ik denk dat dat nog meer wordt, maar online was er ook al een flink bedrag opgehaald. Ik denk in combinatie met iets leuks, dus muziek en straks ook eten, maar vooral uiteindelijk om de slachtoffers van de aardbeving iets te geven uiteindelijk. Heeft dit concert hier georganiseerd? Nou, dat vind ik een groot woord. We hebben het vooral mogelijk gemaakt. Natuurlijk met heel veel mensen die het samen georganiseerd hebben. Het is gekomen van het initiatief van een van de muzikanten van Catching Cultures Orchestra. Die zei van, we moeten wat doen. Een aantal van die mensen komen uit het gebied zelf. Of hebben daar veel familie wonen. En wij als van Zimik zeiden meteen van, ja, natuurlijk moeten we wat doen. En gelukkig konden we een gaatje vinden om meteen een benefiet te organiseren. En hoe reageerden de muzikanten? Ja, die waren meteen... Ja, enthousiast is een beetje een raar woord in deze tijd. Hè? Maar ze waren wel heel blij dat dit op die korte termijn kon gebeuren. En jij komt dus muziek maken ter ere van... De mensen ook die getroffen zijn? Ja hoor, ik heb een stuk solo spelen voor Duduk. Daarna in zingen, wij zeggen maqam. Maqam betekent verhalen zeggen voor deze mensen overleden voor in Turkije of Koerdistan, Syrië. Hoe reageerde jij toen je zag wat de aardbeving had aangericht? Ik weet niet hoe kan ik uitleggen, maar echt waar iedereen bang, iedereen huilen voor kinderen, voor vrouwen, voor dieren ook. Allemaal is overleden. Kende je ook mensen in Overvecht die familieleden zijn verloren of in andere wijken van Utrecht? Ik ken een paar mensen. Ik werk bij het buurtcentrum De Dreef, vrijwilligerswerken. Kom die mensen ook daar naartoe om activiteit, inlopen, koffie drinken, een paar mensen praten over die mensen. Een Turkisch man zegt ik heb twee neef, probeer te bellen, maar neem niet op. Overmorgen nog bellen, neemt ook niet op. Hij denk is overleden. Hij was heel zielig voor hem. Hè? Jouw orkest doet ook mee. Zeker. Mijn orkest dat is Catching Cultures Orchestra. Dus het hele orkest is betrokken bij deze verschrikkelijke ramp. Zeker. Absoluut. Natuurlijk in het bijzonder de muzikanten uit ons orkest die uit de regio komen. Voor hen is het natuurlijk extra zwaar. Die hebben nog familie en vrienden over wie ze soms inmiddels wel allemaal nieuws hebben gehoord. Hoor. En allemaal goed nieuws gelukkig. Maar ja, heel lang in de onzekerheid hebben gezeten. En ook iedereen, dat is waar we voor staan met Catching Cultures. Dus iedereen was eigenlijk geen vraag of we dit gingen doen. Iedereen zei meteen ja. We zijn nu in het midden van het programma al. Wat is de stand? Wij zaten, en dat mag ik straks pas zeggen, maar jullie weten het alvast, op dit moment op 2500 euro en nog iets meer. Wat gebeurt er met al dat geld dat jij hier binnenhaalt? Al het geld wat ik binnenhaal, wat al eerder is binnengehaald online en het
geld wat nog binnenkomt via het eten en het drinken vandaag, dat gaat allemaal naar Giro 555.